My name is the Diva. The do-it-yourself Diva. Nee hoor, ik wil helemaal niet vechten. Ik ben juist in decembersfeer. Ik laat je in dit filmpje zien hoe je het leukste cadeau maakt van allemaal. Een persoonlijke fotocanvas met lichtjes. Wat heb je nodig? Een canvasje met een fotoprint erop. Deze kleine komt bij het kruidvat vandaan, kostte ongeveer een tientje. Je ziet, hij heeft wel brede randen. Hou daar rekening mee. Het handigste is het als wat je wilt versieren in het midden zit. Verder hebben we natuurlijk lampjes nodig. Die zijn overal te krijgen. Kruidvat, maar ook Action. Het kost een paar euro. Zeg, voor 2 euro heb je zo'n set met lampjes, batterijen erin. Een lijmpistool is gewoon handig. Een gewone lijm kun je ook gebruiken, maar dan duurt het toch wat langer voordat alles droog is. Ik heb wat naalden, ook een hele dikke naald en een wat dunnere. We hebben hier Da Vinci, jawel, daar gaan we ook mee aan de slag om het te versieren. En een kop thee. Ik vind het altijd wel lekker om tussendoor wat te drinken. De zijkant van de batterijen. Die smeer je in met je lijmpistool en dan druk je het vast. Je doet heel erg lang met die batterijen, dus dat is geen probleem dat het vastgeplakt zit. En anders dan trek je het heel makkelijk los als de lijm eenmaal gehard is, als die droog is. En aan en uit. Let op, dat knopje moet natuurlijk bereikbaar zijn. De lijm is droog. We draaien hem om en gaan nu bepalen met de naald waar we het eerste gaatje willen maken. Je ziet, ik heb hier een kerstboom op de achtergrond en die ga ik versieren met lampjes. Ik prik in het eerste lampje hier met een dunne naald. Die leg ik weg en dan pak ik een wat dikkere, want er moet natuurlijk een ijzerdraadje door met lampjes. Hier zie je duidelijk dat die lichtjes een soort druppeltjes zijn. Iets dikker dan het draadje en dat moet ook door het gat. Hier hebben we nou wel een gat gemaakt dat groot genoeg is. Het past zo net niet. Nou ja, flink niet eigenlijk. Door die druppelvorm is het toch iets breder dan het gat wat ik gemaakt heb met de naald. Ik pak er toch een mesje bij. En dan snij ik heel voorzichtig het iets meer open. We vouwen het ijzerdraad rondom het lampje een beetje samen. En wurmen het door het gat heen. Kijk eens, ons eerste kerstboomlampje is klaar. Nu de volgende. En dat gaat precies hetzelfde. Ik blijf het lampje voor lampje doen. Dan kan je het beste zien hoe het uitkomt. Als je eerst alle gaatjes maakt en dan de lampjes, dan ben je misschien niet tevreden over de indeling. En ook het tweede lampje zit erin. Het andere lampje duwen we een beetje terug. En zo ga je verder met de hele boom. Omdat ik nu toch met die dikke houtlaag in de knoei kom, kies ik voor een andere manier en trek ik de rest van het snoertje eruit.
Die laten we er dan uit het lampje en dit stukje, dat frommelen we er nog in. Zie je het? Dat schuif je zo naar binnen. Met Da Vinci heb ik al een beetje sneeuw in de kerstboom gedaan, onder de schoenen. En ik heb niet zoveel meer, dus ik hoop dat dit laatste restje genoeg is. En dat kun je natuurlijk uitbreiden zoveel als je wilt. Je kunt andere kleurtjes nog erbij gebruiken. Je kunt natuurlijk ook glitterlijm of glittergel er nog op doen. Kijk maar wat jij het leukste vindt. Ik wens je fijne dagen en word vooral abonnee van het YouTube-kanaal van de Do-It-Yourself Diva. Dan mis je geen enkel leuk knutselfilmpje meer.